En maar het grote nieuws is natuurlijk de kop bij zowat elke krant: verbiedt de smartphone op de speelplaats bij kinderen. Ja, bezorgde specialisten die de tablet of tabletnek willen vermijden door toestellen te verbieden op school. We hebben even een lijf- en blessurespecialist opgebeld van Move to Cure. Lieven Maaschalk, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Lieven, hoe zit dat met die tabletnek? Want in Nederland bijvoorbeeld kampt 40% van alle 8 tot 18-jarigen al met het probleem. Ja, als je bekijkt, er is een hele sterke toename van nekklachten en schouderklachten, eigenlijk hoofdpijnen bij hele jonge mensen te gevolgen van het langdurig gebruik van iPads en allerlei phones. Ja. En dan praat je over gebruik van gemiddeld toch wel 4-5 uur per dag. Wow. En je moet weten eigenlijk wel, als je met het hoofd naar beneden hangt, in 45 graden, heb je constant een druk van 22 kilogram in je nek. Jawel. Algemeen. Dus dat is echt gigantisch. Mensen onderschatten dat gewoon. Ja, dat is ook zo. En als je dan weet dat die kinderen vaak niet eens 22 kilo wegen. Ja. Dat is vandaar, je ziet men echt een grote toename. Hè. En dat is een algemeen probleem. De vraag is gewoon moeten gaan verbieden. Of ja, het heeft gewoon te maken, je kunt er enkelvoudige tips, kun je echt de mensen eigenlijk wel echt goed helpen. En dat wil zeggen ook dat je moet opnieuw gaan werken eigenlijk wel met de voorbereidende oefeningen, goede schouder- en nekoefeningen, allemaal zulke zaken. Maar je kunt ook gaan werken, je houding aanpassen. Echt. Ja. Opnieuw dynamisch gaan zitten. Niet gaan hangen, of ja, maar echt actief gaan zitten. Of je kunt eigenlijk wel uw armhoogte of uw armen ondersteunen. Allemaal zo'n zaken eigenlijk. Dus zijn small tips die toch wel bijdragen tot een betere kwaliteit. Ja, dus we moeten eigenlijk met z'n allen veel bewuster worden over het lijf en hoe we onze houding toepassen. Misschien moeten gewoon een aantal dingen gecombineerd worden. Hè, van veel meer bewegen op school, stoelen buiten zwieren, weet ik veel. Maar dat is misschien wat drastisch, hè? Ja, maar nee, maar dat is eerst een methode ook. Hè. Onze leefcultuur, bij jonge mensen verandert ook een stuk allemaal. Je kunt het gebruik maar afschaffen, maar je kunt wel mensen bewust maken opnieuw om dynamisch te gaan zitten eigenlijk wel. Dus als je bekijkt, gewoon ergonomische stoelen maken, bedoel, op een bal gaan zitten, op een hele leuke manier. Je kunt er een spel van maken, waarbij dat je die jeugd effectief meekrijgt. En dan dacht je, oké, ça va, de tablets zijn er, maar ook je houding wordt opnieuw eigenlijk wel geactiveerd. En dat is heel belangrijk. Vandaag gaat men gaan hangen en gaan liggen ook. Gewoon, dan zie je duidelijk dat een enorme toename geeft van schouder- en nekklachten. Omdat je hangt aan je spieren en je spieren vermoeien zich, dan krijg je al die problemen. Hè. Hoeveel minuten per dag zouden wij s'avonds met onze kinderen moeten nekoefeningen doen om dat die uren smartphone gebruik tegen te gaan? Als je bekijkt, gewoon gemiddeld maximum 10, 15 minuutjes, dat is genoeg. En ook in small things, je kunt gewoon eigenlijk wel in smalle oefeningen je nek, rek- en strek oefeningen maken eigenlijk wel meermaals per dag. Dus zoals je tanden even poetsen, triggers maken, 1 of 2 minuutjes, 1 keer per uur is genoeg. Ja. Ik moet zelf oefeningen doen voor mijn rug en ik pleit schuldig, ik doe het veel te weinig. Want ik merk als ik het wel doe, die kinderen kopiëren, hè? Die doen automatisch mee. Tuurlijk, voor hen is het geen enkel probleem om dat toe te passen. Nee. Ja. Het is echt, ze moeten een voorbeeld hebben. En een voorbeeld kan de juf zijn of gelijk of de leraar zijn op een leuke manier. Het is alles en dat hoe je de boodschap opbrengt, hè, of ze overbrengt. Je kunt dat doen in een spelvorm. En dan heb je een heel mooi resultaat ook altijd. Hebt u toch een goede site of zo, Lieve Maaschalk, waar mensen wat basisoefeningen kunnen vinden om die dingen los te krijgen? Of moeten ze even langs de kinesist? Nee, je hebt goede workout sites. Hè. Allerlei, er bestaan er honderden. En ik ga nu niets direct noemen, maar je hebt honderden sites waar goede nek- en strekoefeningen op staan, allemaal zulke zaken. Dus dat is geen enkel probleem. Je moet daar een combinatie van maken. Eigenlijk, dat is heel simpel. Ja. Schitterend. Dankjewel voor de uitleg, Lieve Maaschalk. Dag. Graag gedaan. Tot ziens. Bjorn en Nathalie.